Zo, een hele goede namiddag aan allemaal en iedereen. Hartelijk welkom tot deze webinar, georganiseerd door WH Self-Invest. Ik ben Brice Gloden, u bent vandaag rechtstreeks met WH Self-Invest van Luxemburg verbonden. Tezamen zullen we vandaag met onze gastspreker, Peter de Vare, het kwartaal analyseren. Dus wat brengt het vierde kwartaal, is het thema van vandaag, van het webinar. En we zullen zo meteen daarmee beginnen. Peter, kun je mij horen? Ben ik te verstaan? Dag Chris, ja, ik versta je heel goed. Dank u. Ja, perfect. Prima. Dus het beeld wordt al uitgestraald aan onze toeschouwers. Indien niet, kunt u dit altijd in de chat schrijven of in de vragen. Als u zelf vragen heeft, kunt u ze ook daar heen sturen. Wij zullen ze, of ik zal ze voor het eerst allemaal tezamen rapen, opzamelen en Peter zal ik dan even onderbreken, alle 10 of 15 minuutjes, als er vragen zijn, om ze even verder te geven. En dan kunnen we ze tezamen beantwoorden. Maar vanaf hier zal ik dan in de achtergrond blijven. Peter zal het woord overnemen. En zoals gezegd, u hoeft daar niet te aarzelen. Dus alle vragen zijn welkom. En ik geef het woord dan aan jou, Peter. Ja, dankjewel, Brice. Van mijn kant, dames en heren, hartelijk welkom hier vanmiddag. In dit webinar waar we een thema bespreken wat zo'n beetje een uitzicht of een idee kan zijn wat er in het vierde kwartaal op de beurs nog op ons toe zou kunnen komen. Natuurlijk met de klemtoon op kunnen, want weten doen we het niet. Je kan alleen over inschattingen spreken die je op basis van een aantal indicatoren. Dat zijn vooral dan voor deze periode, vooral economische indicatoren. En natuurlijk dan ten tweede ook op basis van grafieken kan gaan doen. En als we zeggen, kijk, als we een blik willen werpen in de toekomst, dan moet ik er natuurlijk onmiddellijk aan toevoegen dat alles wat ik hier vandaag zeg alleen maar ter informatie is en bij wijze van voorbeeld te begrijpen is. Dus dit is geen beleggingsadvies, dit zijn geen tips. Ik zeg je niet wat je moet gaan traden of hoe je moet gaan beleggen, in wat of hoe dan ook. Dus vat dit ook niet zo op. Zie dit gewoon als een visie van een privéman. Ja, dat ben ik op dit moment. En je kan je eigen visie, je eigen opvattingen over het beursgebeuren daaraan toetsen. Ja, dat is misschien de zin van deze presentatie. En dan een eigen mening vormen. Niet waar? Want uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk wat je doet met je geld, waar je geld in belegt. En je belegt altijd, hè? Dus als je dus 100% in cash bent, dat is ook een belegging, hè? We zien het heel duidelijk aan de euro. Als je dus 100% in cash bent, is dat misschien zelfs geen goede belegging op dit moment. Als je dus volledig in euro's bent. Om maar iets te zeggen. Dit moment, maar dat kan natuurlijk weer veranderen. Dus we moeten voorzichtig zijn met meningen. Hè? En dus wat je hier gaat horen vandaag is mijn persoonlijke mening. En dus zie je dat dan ook zo. En het is natuurlijk ook een uitnodiging, zoals Brice al zei voordien, om misschien in gesprek te komen met elkaar. Tenminste, die mogelijkheid bestaat. Als je me nog niet zou kennen, je hebt het wellicht al gehoord dat ik een Belg ben. Ik ben in West-Vlaanderen, in Brugge geboren, 1964. En ik heb 21 jaar ondertussen beurservaring als actieve trader. Heel wat verschillende underlyings verhandeld. Zowel aandelen als ook futures, devisenhandel. Dus ben ook in de valutehandel onderweg. En ik heb daar een aantal boekjes over geschreven. Daar ben ik ook iets bekender geworden in de traderwereld. En die boekjes kan je vinden onder mijn pseudoniem Haikin Ashitrader. Je ziet hier ook mijn webstack hier helemaal recht staan onder mijn fotootje. En ja, als je dus iets meer wilt over me weten, dan kan je daar wat informatie vinden. Goed, waar zal het dus vandaag vooral over gaan? Kijk. Even een blik op de actuele situatie. Dus over, ja, het sentiment is heel negatief, dat weet u wellicht. Hè? Dus op dit moment is er wat angst in de markt.
Je hebt dus een haakjes geschreven, paniek. Dat zie ik eigenlijk niet op dit ogenblik. Ja, we zitten dus inderdaad wel degelijk in een, niet in een stierenmarkt zoals in de voorbije 10, 11 jaar. We zitten inderdaad wel in een berenmarkt. Ja, dus het gaat naar beneden. Maar van paniek kan er nog niet, geen sprake zijn. Tenminste kan ik dat niet zien. Zeker niet als je het vergelijkt met hetgene wat we, ja, wat we beleefd hebben. Bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis van februari, maart 2020. En al helemaal niet, ook niet met hetgeen wat we beleefd hebben tijdens de zogezegde financiële crisis, de grote financiële crisis van 2008-2009. Ja. Dus wat we daar beleefd hebben, dat, dus wat we vandaag beleven, is nog helemaal niet te vergelijken met wat toen, er toen gaande was. Nou, er zijn wel dagen met zo waar het wel eens 3, 4, 5% naar beneden gaat, maar toch gaan we onmiddellijk zien dat dit toch wel nog redelijk geordend gebeurt. Ja, dat is niet, dat zijn geen paniekreacties. Ja. Dan wil ik even met u samen even naar de statistieken kijken, ook met betrekking tot de mogelijke beursbewegingen van het vierde kwartaal, dus spreek oktober, november, december. En die statistieken hebben we bijvoorbeeld voor de S&P 500 sinds het begin van de vorige eeuw, dus meer dan, ondertussen meer dan 120 jaar. Ja. Dan moeten we toch even hebben ook over de actuele thema's die op dit moment een hele belangrijke rol spelen. Dus spreek inflatie, de rente in de Verenigde Staten, maar ook hier in de eurozone. En natuurlijk de monetaire politiek van de centrale banken. En dan in een groter deel van deze presentatie wil ik een heel aantal actuele markten bespreken. Dus grafieken. Het zullen dus vooral weekgrafieken zijn. Waarom gebruik ik weekgrafieken? Ja, zodat je een beetje overzicht hebt. Hè. Dus hetgeen wat in de laatste 6 maanden is gebeurd, is misschien wel leuk te zien op daggrafieken. Maar je krijgt een beter overzicht als je dus meer de big picture gaat bekijken op de weekgrafieken. Dan zie je dan toch een vergelijking met de laatste 2, 3 jaar. Hè. Goed. Laten we ermee beginnen. Dit is de actuele situatie, deze screenshot hier van de zogenoemde of de zogezegde Fear and Greed Index. Ja, dat is een index die op allerlei financiële markten wordt toegepast. Ik heb hier dus de Amerikaanse aandelenmarkt S&P 500 genomen. Dan zie je dus dat deze indicator neemt, die baseert natuurlijk op een aantal factoren. Maar eenvoudig gezegd, als die wijzer helemaal links staat, betekent dat er extreme angst is. Het is nog geen paniek, maar je ziet dus iets minder, zou dan zo vanaf 25, tussen 25 en 50 spreekt men van 4, dus angst. En bij 50 staat die index dus op neutraal. Hè? Dan is men niet al te optimistisch, maar ook niet pessimistisch. Gaat de wijzer verder naar rechts, dan zie je dus dat de beleggers eerder positief gestemd zijn, het sentiment zit goed en dan zie je ook vaak dat de markten gaan stijgen. Dat was dus heel vaak het geval sinds 2009 met een aantal uitzonderingen. Vanzelfsprekend spreek bijvoorbeeld de eurocrisis van 2011 was er een voorbeeld. Er was een tijdelijke correctie 2015, 2018 en dan natuurlijk de coronacrisis. Maar die waren eigenlijk allemaal kortstondig. Het waren kortstondige correcties die een aantal weken of hoogstens 1, 2 maanden hebben geduurd. En nadat dat voorbij was, ja, dan begon die stierenmarkt weer te grijpen. Dus je kon eigenlijk best de dip kopen. Hè. Dat was het spel dat je heel goed kon spelen in de voorbije 10 jaar. Buy the dip. Nou. Maar het is toch wel duidelijk, hopelijk, dat in de laatste maanden toch duidelijk geworden dat dit spel niet meer werkt. Ja, we zitten duidelijk in een heel andere marktsituatie en daarom moeten we over praten. Ja, we zitten dus niet meer in een stierenmarkt. Men zegt de definitie van een berenmarkt is van zodra dus de belangrijkste indices, en daar vooral dus denk ik hier dus aan de marktbreedte, S&P 500 in Amerika, dus dat is de index die de 500 grootste ondernemingen in de Verenigde Staten samenvat. Als die dus 20% eronderuit gaat
en iets meer, dan spreken we officieel van een berenmarkt. Zolang we nog boven die 20% zitten, dus ik bedoel dus ronder, dus minder dan 20%, als dus de markt 10, 15 tot 16, 17% corrigeert, dan kan je nog altijd over een correctie, van een correctiegewag maken. Maar dan zitten we op dit moment zitten we bij 24%. Dus meer dan die 20%. Dus het is officieel dus wel heel degelijk in een berenmarkt. Ja? Dus dat moet je weten. Zo. Fear and Greed Index. Ik denk dat dat duidelijk is. Het beeldje zegt heel duidelijk. Er is heel veel angst in de markt. En zoals ik in het begin van de presentatie zei, voor mij is het nog geen paniek. De paniek wordt het echt als het dan heel dramatisch wordt. En dat deze tekenen zijn nog niet te zien op dit moment. Maar ze zijn natuurlijk wel degelijk mogelijk. Nou, stel dat bijvoorbeeld, stel dat die oorlog in de Oekraïne dramatischer wordt, dat die gaat escaleren, dan kan dat een mogelijke katalysator zijn voor zo'n paniekreactie. Een andere mogelijke katalysator zou natuurlijk zijn als die inflatie, vooral in de Verenigde Staten, die nu ongeveer bij 8,2, 8,3% ligt, als die plots boven de 9 of zelfs de 10% zou gaan. Dan mag je natuurlijk aan heel, heel volatiele markten mag je gaan verwachten. Maar zolang dat niet het geval is, zitten we eigenlijk nog bij een tamelijk normale, grotere correctie, een normale berenmarkt. En je weet, misschien weten we vanuit de geschiedenis, dat berenmarkten veel korter duren dan stierenmarkten. In de regel 1 tot 2 jaar zitten we in zo'n berenmarkt. We zitten nu sinds november, ongeveer sinds november 2021 in die berenmarkt. Dus we zitten bijna een goed jaar in die berenmarkt. Dus die kan nog een aantal maanden duren. Vooraleer de markt zich zou kunnen hernemen of herademen. Maar dat is de theorie. Hè? Dat is wat de statistieken ons zeggen. Hè? Zo zou het er kunnen uitzien, hè? Dat we misschien nog een stukje dieper gaan. Dan gaan we straks onmiddellijk op de grafieken gaan bekijken waar het eventueel nog naartoe kan. Maar dit alles, als je dus geen grotere catastrofale katalysatoren meer krijgt op de markt. Hè? Op het moment zit al het slechte nieuws dat we tot nu toe hebben, en dat is heel wat. We hebben een oorlog, ja, in Europa. We hebben een zeer hoge inflatie. We hebben allerlei problemen met infrastructuur en met toelevering van producten en grondstoffen. Die zijn allemaal gekend. En dat weten de marktdeelnemers. Dat zit allemaal in de prijzen al geïsconteerd. Dat zit er allemaal al in. Ja? Dus het moet nog slechter, er moet nog slechter nieuws komen om die markten nog dieper te duwen. Oké. Okay. Laten we toch even een blik werpen op de statistieken. Het is toch wel eens interessant als we spreken over het vierde kwartaal. Dus je ziet hier links op deze tabel ziet u dus de 12 maanden van januari tot december. En dan helemaal op het einde links onderaan de gemiddelde stijging. Dus je ziet dus dat, als je naar de statistieken kijkt, dan zie je dus een gemiddelde stijging van 0,52% per maand, maandelijks. Ja, dus 0,5% schuift de beurs gemiddeld omhoog, ja, elke maand. We zien echter wel dat, als je naar rechts kijkt onderaan, in de periode van 2010 tot 2019, ik heb hier dus de cijfers tot 2019, dat dus die gemiddelde stijging duidelijk hoger was. Ja, waarom was die hoger? We zaten natuurlijk in een stierenmarkt. Ja. Begrijpt u, daar waren bijvoorbeeld nog corona zit er nog niet in. Ja. Is nog niet meeberekend. Dus het liep duidelijk lekkerder dan in de laatste 10 jaar. Ja, maar dus nu, sinds een goed jaar, loopt het niet meer zo lekker. Nu, wat mag je eigenlijk in het laatste kwartaal verwachten? Als je dus helemaal naar rechts kijkt, oktober zitten we gemiddeld bij 0,79% in de laatste 10 jaar. Kijk je echter naar het gemiddelde van oktober
vanaf 1901, dan ziet het helemaal niet meer zo goed uit. Dan is oktober eigenlijk de slechtste maand om aan de beurs te zitten. Ziet u dat? Dan halen we maximaal gemiddeld min 0,32%, dus zelfs negatief. Ja? Ziet u dat? Dus de laatste, dus tot van 2010 tot 2019 was het goed. 0,79, dus bijna 1% zijn we gestegen in oktober, gemiddeld. Er waren jaren waar we meer gestegen zijn, jaren natuurlijk minder. Daarentegen zie je dus dat november meestal een heel goede maand is. 1,74% in de voorbije 10 jaar, gerekend op het gemiddelde van de laatste 120 jaar, dan toch nog 0,57%. Dus in november mag je eigenlijk wel rekenen met een betere beurs. Ook december is nog relatief goed. Gemiddeld in de laatste 120 jaar 0,41% en in de laatste 10 jaar 0,92%. Dat zeggen ons de statistieken. Dus eigenlijk zit dat vierde kwartaal wel goed. Maar je moet dus wel degelijk oppassen dat het wel mogelijk is dat we in oktober toch nog eens een mindere maand krijgen. Dat zeggen onze statistieken. Je ziet dus ook dat augustus bijvoorbeeld de laatste 10 jaar helemaal niet goed was. Ook mei en juni, maar dat is een bekend effect. Hè? Sell in May and go away. Ja. Je kent misschien deze bekende beursspreuk. Dat was zeker in de laatste 10 jaar het geval. Het was beter dan je aandelen te verkopen en dan einde juni weer in de markt te stappen. Dus je dus zou uitgaan van deze statistieken hier. En dan is het ook het eerste kwartaal van het jaar, van elk jaar, meestal een heel goede periode om aandelen te bezitten. Je ziet januari 1,24% omhoog, februari iets beter zelfs, en maart was eigenlijk de beste maand om in aandelen te zitten. Ziet u dat? Tenminste in de laatste 10 jaar 2,17%. Bereken je dan weer op de laatste 120 jaar, dan zit je eerder met 0,44% met een eerder matige maart. Daarvoor is dan januari heel goed, 1,56%. Dat heeft te maken met het feit dat heel wat fondsen tegen het einde van het jaar natuurlijk hun balansen opmaken en dan natuurlijk heel wat aandelen worden verkocht. En die worden dan teruggekocht in januari. En dat heeft tot het bekende januari-effect. Dat door het feit dat die fondsen gewoonweg zich opnieuw gaan positioneren voor het nieuwe jaar, dat je dan eigenlijk wel een boost krijgt in de meeste aandelenindexen. Vandaar is januari meestal een goede maand. Gemiddeld, hè? Altijd daaraan denken dat we hier over gemiddelden spreken. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Zo. Dus nog even samengevat voor dus het laatste kwartaal nu van dit jaar. Oktober opgepast. Hè? Dat zou eens wel kunnen minder goed worden. In november zie je vaak dan die zogezegde eindejaarsrally starten. Misschien bent u vertrouwd met dat begrip. Dus dan de markten dan toch wel opnieuw omhoog kunnen. En dat is eigenlijk ook mijn verwachting, mijn persoonlijke verwachting. Ja. Dat het weliswaar nog eens mogelijk is dat we in oktober nog eens een stukje dieper gaan. Kan best nog eens 5 of 10% dieper. Ja. Maar dat dan vanaf november, einde oktober of begin, precies kan je dat natuurlijk niet weten wanneer die rally start, als die start. Wanneer die begint. Maar dat zeggen onze statistieken als we kijken naar wat er in de voorbije jaren en in de voorbije eeuw is gebeurd op de beurs. Dus toch goed in je achterhoofd te hebben om dat te weten. Goed, Bries, als er daarover geen vragen zijn, dan ga ik gewoon verder. Tot nu blijft de chat leeg. Er zijn geen vragen binnengekomen, dus je mag er gerust verder doen. Oké, okay, dankjewel. Het is stil in de zaal. Prima. Ja, laten we dan even kijken naar die inflatie. U weet het wellicht, op dit ogenblik de laatste cijfers in de Verenigde Staten waren iets beter. Hè? We zaten boven de 9%. In augustus, maar voor september waren dan
8%, 30, iets minder. Maar goed, ja, dat is natuurlijk niet veel minder. Dat is nog altijd een zeer hoge inflatie. Je ziet dat dat inflatie, dat thema, de laatste 25 jaar eigenlijk bijna geen thema was. Dan zaten we tussen 2, 3, 4%. Dat is nooit een probleem. Ja. Dus je ziet dat we zitten dus wel in een uitzondering. En je moet al teruggaan naar het einde van de jaren 70. Als u helemaal naar links kijkt op de grafiek, ziet u dat. De jaren 70, dan ziet u die pieken. Twee keer daar, 1973, herinnert u zich? Misschien mensen die iets ouder zijn, zoals ik. De oliecrisis van 1973, autoloze zondagen en zo. Hè? Misschien weten sommige mensen dat nog. En dan ziet u dat we inderdaad in 1979 een inflatie van 15% hadden in de Verenigde Staten. Dus daar zijn we nog helemaal nog niet aan toe. Dus het kan nog heel wat erger worden, 15%. Dat is toch heel wat. Hè? Nu, we weten dat, en nu komen we voor een stukje, ik ga er niet te lang over praten, maar toch, we moeten daar een beetje over praten, omdat anders weten we eigenlijk niet wat er aan de hand is op de beurs. U weet dat centrale banken, die dus de belangrijkste players zijn op de beurs, hè, zijn heel wat spelers zoals de grote investeringsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, hedgefondsen, ook staatsfondsen die beleggen. Maar de grootste players zijn natuurlijk de centrale banken. Dat moet je weten. Dus de Fed in Amerika is natuurlijk de allergrootste players. En hier in Europa is het natuurlijk de ECB, Europese Centrale Bank. Maar er is ook de Bank of England, de Bank of Japan, die Zwitserse Nationalbank, de Zwitserse Nationalbank en nog een aantal andere middelgrote banken. Dat zijn de grote players. En die hebben mogelijkheden, die hebben schroeven waaraan ze kunnen draaien. En een van die schroeven is natuurlijk de belangrijkste is natuurlijk de rente. De rente, wat is dat? Dat is niet anders dan de kost van het geld. Hoe hoger de rente, hoe duurder het wordt om geld te lenen. Hoe lager de rente, hoe goedkoper het wordt. En iedereen weet dat van zichzelf, die ooit eens een lening heeft opgenomen. Ja, je probeert natuurlijk altijd zo laag mogelijk rente te krijgen. En dan, als die rente wordt opgetrokken, dan worden die leningen natuurlijk steeds maar duurder. Tot op een moment dat je natuurlijk, heb je natuurlijk het probleem als centrale bank, als je die rente verder gaat optrekken, dan wordt het geld altijd maar duurder. Gaan steeds minder mensen leningen doen, dus risico's nemen. Dus bijvoorbeeld minder huizen bouwen of ondernemingen oprichten enzovoort. En dat is natuurlijk niet goed voor de economie. En dat is dus nu wat we zien. Dus om die inflatie in te perken, dus die inflatie is te hoog, die prijzen zijn veel te hoog. En ja, iedereen die zijn energiefacturen van de laatste tijd heeft bekeken, bij mij is het meer dan 300% meer voor gas en elektriciteit. Ik weet niet hoe het bij u is, maar het is dramatisch. Hè? Ja. En dan spreken we hier van Europa, maar het is ook in de Verenigde Staten. Ook daar, het is dus niet alleen een Europees fenomeen. Als je misschien zou denken dat het alleen maar hier een probleem is, niet waar. Het is ook in de Verenigde Staten. En ook op andere continenten is het een probleem. De prijzen gaan omhoog. We zitten met een inflatie. En we spreken hier alleen over de officiële cijfers. Dames en heren, dat moeten we er nog bij zeggen. Ik denk als we dus de inofficiële cijfers zouden weten, ja, dan boeken dicht. Hè? Dus laten we even bij de officiële cijfers blijven. Dus wat de Fed kan doen, is gewoon de rente optrekken. En dat doen ze dus. En je ziet dus, als je het verschil gaat zien tussen wat er tussen 2004 en 2007 is gebeurd, hoe dan daar, dat was in de tijd nog Alan Greenspan, de rente stapsgewijs, zie je dat die trapjes naar omhoog, links daar op de grafiek. En dat was ook dus in 2016 tot 2018, 2019 het geval. Maar zie je hoe snel nu de rente wordt opgetrokken door de Fed, door Jerome Powell en zijn team. Zie je dat, hoe dramatisch dat is. Ze zijn plots wakker geschoten, hè? Want 6 maanden geleden zeiden ze nog, ja, de
inflation is transitory. Dat is voorbijgaand. Daar hebben ze zich wel flink vergist. Nu moeten ze bijna paniek die rente optrekken. Ja. Dus, en niet alleen de Fed, maar dus ook centrale banken van Zwitserland, Groot-Brittannië, Zweden enzovoort, hebben dus de rente aangescherpt in de voorbije week. Dus er is heel wat aan de gang op de beurs, op de financiële markt. En dat heeft natuurlijk gevolgen. En laten we nog even kijken, ook historisch gezien, die rente in de Verenigde Staten. Ja, die staat nu op 3,25. Ja. En we zijn dus 75 basispunten omhoog gegaan. En ze hebben al aangekondigd dat ze in dat tempo gerust verder gaan als de inflatie hoog blijft. Dus dat gaan ze dus verder doen. Dus ze verwachten dus wel degelijk dat we mogelijk naar 4,5 gemakkelijk kunnen gaan. Ja, ook voor volgend jaar. Ja. Als je dus historisch gaat bekijken, en u herinnert zich wellicht die grafiek van voordien, van die inflatie van de jaren 70. Ja. Kijk eens wat de centrale bank, de Fed, dat was de toenmalige directeur was Paul Volcker, heeft gedaan in de jaren 70 en de jaren 80, tot bijna 20% rente heeft hij opgetrokken om de inflatie te bestrijden. Ziet u dat? Dus dan zit je met die 3,25, dat is nog niks. Ja. Dus het kan nog een heel stuk hoger. En het heeft natuurlijk allerlei gevolgen. Ja, bijvoorbeeld voor de staatsobligaties. Hier als voorbeeldje heb ik hier de tweejarige Amerikaanse staatsobligaties. Hier een grafiek van 97 tot 22. Je ziet dus hoe dramatisch de rendementen omhoog zijn geschoten. Als je daar naartoe kijkt, van iets meer dan 0,0% een jaar geleden nog, tot zijn we nu al bij 4,3%. En gek genoeg, het rendement is dus ook aanzienlijk hoger dan het rendement op de 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties. Ze vragen je af, hoe kan dat nu? Je zou eigenlijk verwachten dat als je geld gaat beleggen in een 10-jarige staatsobligatie, dat je dan meer rendement krijgt dan dat je het gaat doen in een 2-jarige staatsobligatie. Maar dat is niet het geval op dit moment. Want de 10-jarigen staan op 3,75% rendement. En hier zijn we bij 4,3. Ja. Men noemt dat dus de omgekeerde rentecurve. We weten uit de geschiedenis dat dit vaak een heel goed teken is dat de economie op weg is naar een recessie. Ja. Officieel, technisch gezien, zijn we nog altijd niet in de recessie. Ja. U weet misschien dat economen maken gewag van een recessie als dus het bruto nationaal product twee kwartalen na elkaar negatief wordt of gaat dalen. Ja. Dan spreekt men van een recessie en dat is in de Verenigde Staten nog niet het geval. Eerlijk gezegd verwacht ik het ook niet. Dat de tewerkstelling heel hoog is op dit moment in de Verenigde Staten. Ja. Wat wel een probleem is, is de bouwsector. Daar zijn, en alles wat met vastgoed te maken heeft, daar zie ik problemen op ons afkomen in de Verenigde Staten. Dus vandaar zou het wel eens kunnen komen. Maar goed, we moeten het afwachten. Op dit moment zijn we nog niet in de recessie. En maar het gevolg van al dat, van al die maatregelen, is dat beleggers natuurlijk allerlei activa, dus vooral natuurlijk aandelen en alles wat naar risico ruikt, gaan ontvluchten. En dat hebben we dus gezien op de aandelenmarkten, dat die naar beneden gaan, dat beleggers uit aandelen gaan. En dan vooral natuurlijk allerlei groei- en technologiebedrijven, die krijgen flinke klappen, dat hebben we ook gezien. Maar ook grondstoffen zijn lang niet meer die veilige haven die je zou misschien denken. En die ze misschien een jaar geleden wel waren. Daarentegen is contant geld koning. En dan vooral spreken we natuurlijk over koning dollar. Ja. En die grafiek kent hier iedereen. Dat is hier een weekgrafiek van de euro. Ja, het plaatje zegt natuurlijk meer dan 1000 woorden. Ja. We zijn nu onder de pariteit gedoken. En de Fed heeft natuurlijk met zijn drastisch verlaagde groeiprognoses, dat kwam er nog bij. Het is dus niet alleen het optrekken
van de rente met 75 basispunten. Dat natuurlijk dat effect beoogt, dat natuurlijk meer geld door het feit dat de dollarzone attractief wordt. Hè, je krijgt dus weer rendementen voor je geld. Als je dus je geld in obligaties gaat beleggen, met andere woorden, er vloeit meer geld naar de dollar. Dus vloeit er geld uit de euro, uit Britse pond, de Japanse yen en noem maar op. Ja. Dus dat is eigenlijk de fundamentele achtergrond waarom al die munten gaan crashen ten aanzien van de dollar. Die tendens, daar zie ik op dit ogenblik nog geen einde aankomen. Er is geen indicatie dat daar een omkeer staat te verwachten. Dus zoals ik al zei, dus de Fed verwacht ook minder groei. Ja. En ze ziet zelfs voor 2022 slechts een groei van het bruto binnenlands product van 0,2%, terwijl de vorige prognose 1,7% was. Dus ze zingen een duidelijk toontje lager. En ook voor 2023 gaan ze uit van 1,2%, terwijl ze bij de vorige prognose zat het team rond Jerome Powell bij 1,7%. En ook voor 2024 zitten ze iets lager dan de vorige prognose. Dus ze verwachten duidelijk minder groei. En dan zien ze ook dat de inflatie, wat dus het, ja, dit moment toch nog altijd het hoofdthema is, pas in 2024, dus in twee jaar in de buurt komen en dan eerst in 2025 echt terugkeren naar die doelzone. Nu weet wellicht dat de doelzone van de Federal Reserve 2% is. Dat zouden ze willen zien. Dat vinden ze normaal, dat willen ze verwachten. Daar zitten we natuurlijk een flink pak boven. En dat is het probleem. Dus heel wat beursanalisten hadden verwacht dat dat veel sneller zou gaan. Dat we teruggaan naar die 2%. Dus we kunnen best wel eens nog 1 of 2 jaar te kampen krijgen met dat thema. En dat is natuurlijk geen goed nieuws voor al wie belegger is. Begrijpt u? Want het is natuurlijk duidelijk dat zolang de Fed die inflatie wil bekampen, gaat ze natuurlijk die rente hoog houden en eventueel zelfs nog verder omhoog trekken. En dat is natuurlijk geen goed nieuws voor de beurs. Want als natuurlijk staatsobligaties steeds attractiever worden, ja, waarom zou je als je dan 4-5% kan krijgen, als je gaat beleggen in obligaties, ja, waarom zou je dan het risico nemen om misschien 1 of 2% meer te gaan halen met aandelen, maar een veel hoger risico hebt, terwijl je met staatsobligaties eigenlijk bijna een garantie hebt dat je je geld terugkrijgt. Begrijpt u? Als je niet akkoord bent, dan zegt u het mij. Dus het ziet er naar uit, tenminste vanuit de actuele perceptie, zowel van de Federal Reserve als ook van de meeste marktdeelnemers en de meeste analisten, dat er dus geen snelle terugkeer gaat zijn naar het goedkope geld van de voorbije jaren. U herinnert zich, we hadden bijna geen rente. We hadden zelfs een tijdje lang negatieve rente. Hè. Je krijgt er nog iets bovenop. Herinnert u zich dat? Ja, die tijd is lang geleden. Hè. Dat is al voorbij, die tijd. Dat je nog geld kreeg als je geld ging lenen. Hè. Dus het ziet er niet naar uit dat dit binnen de kortste tijd terugkomt. Hè. Dus het probleem is dat dus, de concurrentie met dus lucratieve obligatierendementen steeds groter wordt. En vandaar dat ik dus die tendens, die trend, die negatieve trend voor de euro en die positieve trend voor de dollar nog niet zo snel zie omkeren. Ook al zijn we al toch heel stuk lager gegaan hier, ja, bijna 20% naar beneden hier in de euro. Kijken we echter naar de lange termijn bij de euro-dollar. Ik heb hier dus een maandgrafiek opgemaakt. En dan
je ziet daar die lows, dat zijn de lows van, ja, dat was denk ik in oktober 2000. Dan hadden we het all-time low in de euro, dat lag bij 82,52, dus 82 cent. Ja? Dus je kreeg maar 82 euro voor een dollar. 82 cent voor een dollar. Ja. Misschien zeg je, ja Peter, je bent gek, daar gaat het toch nooit naartoe? Waarom niet? Als je deze grafiek bekijkt, waarom zou dat niet kunnen? Ja. En dat zou voor mij dus ook een mogelijk koersdoel kunnen zijn in deze actueel lopende berenmarkt in de euro. Dus 82, 52. Ik zeg niet dat we daar naartoe gaan, maar het zou me niet verwonderen. Je ziet ook dat die grafiek ook teruggaat naar 1996 zelf hier. Dan kan je misschien zeggen, ja, maar toen bestond de euro nog niet, inderdaad. Waren wel voorlopers. Maar er zijn dus mensen die dus in staat zijn dus die euro ongeveer terug te berekenen op basis van de munten die erin samengevat. Spreek dus Deutsche Mark, Nederlands gulden, Belgische frank enzovoort. Dus die korf gaat samen berekenen wat met de toenmalige koersen van toen, van de jaren 90, dan kan je al ongeveer terugberekenen wat die euro waard zou zijn geweest indien hij zou hebben bestaan in de tijd. Ja? Weet, de euro is in het jaar 2000 ingevoerd. Goed. Ik zie dat toch de tijd aan het lopen is en vandaar moet ik toch eventjes sneller gaan. Ja, laten we even naar een paar grafieken kijken. Ik heb hier dus vooral indexen genomen, omdat je kan natuurlijk naar aandelen gaan kijken, maar ja, dan welke moet je gaan nemen? Hè? Kijk, ik heb hier dus de S&P 500, ja, die wellicht de belangrijkste index ter wereld is. Hè? Dat is toch de index waar de meeste waarnemers naar kijken als ze dus over de aandelenmarkten spreken. Ja, we zitten nu ongeveer bij ongeveer 3680 of 88. Deze screenshot heb ik trouwens gisteren gemaakt. En ik heb hier dus een blauwe lijn getrokken. Die ligt, dus de eerste blauwe lijn, die ligt bij 3209. Ja, dus net iets boven de 3200. Dus we zitten nu bij 3680. Dat is voor mij eigenlijk een mogelijk koersdoel voor deze berenmarkt. Ja. In een dramatisch, dus dan als we daar naartoe gaan, dan corrigeren we dus 33%. Oké, okay, dat zou een normale correctie zijn voor een berenmarkt. En dan als we daar naartoe gaan en dan daar een bodem gaan vormen, dat zou misschien wel eens een goed punt zijn om dan eventueel na te denken om nieuwe posities in de aandelenmarkt te nemen. Bij een dramatischer scenario, dan komt die tweede blauwe lijn, dat was de low van de corona. Dus die lag net iets onder 2200. Oké. Okay. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan corrigeren we duidelijk veel meer. Dan gaan we naar de 50%, boven de 50% correctie. Dat was trouwens ook het geval tijdens de financiële crisis. Hè. Als ik het juist heb, hebben we daar 56% gecorrigeerd. Dus meer dan gehalveerd. Doorgaans mogelijk. Dus dat zijn de levels in de S&P 500 die ik dus in de gaten zou houden. Ja? Om mogelijke draaipunten te vinden. De Dow Jones, daar zie je dus gelijkaardige situaties. Daar heb ik dus hier een mogelijke low. Dat is de eerste blauwe lijn daar. Die ligt ongeveer bij 26.000. Wordt het dramatischer, ook hier, dan is doorgaans 18.000 mogelijk. En dan halveren we ook. En we zijn van 36.000, iets boven de 36.000 was de all-time high, dan gaan we naar de helft, gaan we naar 50%. Verwacht ik op dit moment niet, maar zoals ik u gezegd heb, er zijn dus mogelijke katalysatoren
En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat als dus de inflatie verder aanscherpt en bijvoorbeeld boven de 10% zal gaan, dan is dat doorgaans mogelijk. Dat dan lange termijn beleggers capituleren en aandelen op de markt gaan smijten en dan, dan kan het snel gaan. Okay. Goed. Even ook een blik op de Nasdaq. Daar ziet het eigenlijk, daar zijn we eigenlijk bijna al aangekomen op die lows daar van de, dat was laatste kwartaal van 2020. Bij de Nasdaq ligt dat level op 10.677. Dus daar zijn we niet meer zo ver van af. Dat zijn minder dan 1000 punten. Dus dat zou heel gemakkelijk kunnen zijn dat de Nasdaq daar naartoe gaat in de komende dagen of weken. Vooropgezet, we gaan onder die juni lows. Bij de Dow Jones is dat al het geval, bij de S&P 500 niet, bij de Nasdaq ook nog niet. Ja, maar het is dus heel, heel goed mogelijk. Ja, wat betekent dat bijvoorbeeld voor de AX? Om daar even naartoe te kijken, daar is nog heel wat plaats. Hè? Naar die lows van die gelijkaardige lows. Hè? Ik zie hier een level, als het echt nog een flink stuk naar beneden gaat, kan het doorgaans naar 527 gaan. 527. Voor mijn part 550. Ergens in die zone. Hè? Dat zou dan de koopzone kunnen zijn voor de AX. Je mag me gerust tegenspreken hoor. Bries, blijkbaar is het heel stil in de zaal. Ja, het blijft stil inderdaad, Peter. Er is nog steeds niks binnengekomen. U hoeft niet te aarzelen als toeschouwer. Zelfs al is de vraag niet onbedingt betreffende nu bijvoorbeeld de AEX of de rest van de presentatie. Op de naamleider of WH Self Investor kan ik ook zelf in privé dan op antwoorden. Dat is geen probleem. Maar nee, tot nu is er niks binnengekomen, Peter. Oké. Okay. Ja, en ook hier, ik heb hier dus geen blauwe lijn getrokken onder de low van corona, van de coronacrash. Ja, als het echt dramatisch wordt, kan het inderdaad, kunnen we inderdaad weer naar die 400 toe. Dat is best mogelijk. Daar ga ik op dit moment niet van uit. Daar ga ik niet van uit. Te meer omdat de VIX, dus de volatiliteitsindex, nog helemaal niet op paniek staat. Dat is allemaal nog relatief binnen de perken. De DAX, als u zich daarvoor zou interesseren, toch heel wat traders zijn ook met de DAX begaan. De Duitse index, daar ligt dat level op 11.450. Dat is nog een kleine 1000 punten van waar we nu zijn. Dan komen we op die lows van oktober 2020. Dus dat zou een mogelijk koersdoel kunnen zijn voor de berenmarkt in de DAX. U ziet dus dat die levels voor elke index toch wel verschillend is. Je moet dus elke index individueel gaan bekijken en gaan bestuderen en zinvolle ondersteuningen zoeken. En ik probeer altijd logische ondersteuning te zoeken. Dus dat significante low daar van oktober 2020 is er één. En dan natuurlijk ook hier in dit geval de low van corona. Als het daar naartoe zou gaan, dan gaan we naar de 8000. En dan zou ook de DAX inderdaad 50% corrigeren. Maar daar zijn we dus ook nog niet aan. Ja, en dat is misschien toch wel een verrassing voor heel wat mensen die denken, ja, we hebben inflatie, zeg. En waarom gaat goud en ook zilver niet omhoog? Nou, u ziet, zo eenvoudig is het niet. En het tegendeel gebeurt van wat je misschien zou denken. En als we, ik heb hier nu een weekgrafiek genomen, maar als je dus op een iets grotere timeframe gaat kijken, dan zie je dus dat we al een gelijkaardig scenario hebben gehad 10 jaar geleden, dat we dus met een dubbele top zaten. Ja, dat is niet goed. Ja. Dus bij 2000, iets boven de 2000, hebben we dus begin van het jaar, dus ik denk dat ja, het ergens eind februari, begin maart, dus een tweede high boven de 2000 gehad met een omkeer candle op de weekgrafiek.
En je ziet wat er daar is gebeurd. Hè? Dus goud, ook goud gaat naar beneden, trouwens zilver ook. Hè? En hier is een mogelijk steunlevel, ligt ongeveer bij 1505. Dus je ziet dus die redenering, aha, hoge inflatie, goed voor goud. Ja, zo eenvoudig is het niet. Hè? Werkt dus niet. Okay. Het enige wat op dit moment werkt is cash. Dus als je echt safe wil zitten, moet je eigenlijk uit alles gaan en in cash gaan. En met cash bedoel ik dan vooral dollar. Amerikaanse dollar kopen. Zwitserse frank doet het ook goed. Er zijn een paar munten die het goed doen. Als je wil, maar dus je ziet, goud is op dit moment geen bescherming voor inflatie. Sorry. Maar dat is wat de grafiek mij zegt. Laten we eens even naar olie kijken. Loopt ook niet lekker. Olie was de grote lieveling in de grondstof van het voorbije jaar. Maar dat is dus ook dit jaar niet meer het geval. Dus als je denkt, ja, ik moet nu in olie gaan. Dat is niet wat de grafiek mij toont. De grafiek toont mij heel duidelijk. Olie komt naar beneden. En er is geen enkele indicatie dat het anders zou kunnen gaan lopen op dit moment. En hier zie ik een mogelijk koersdoel van ongeveer $62 per vat. Ja. Zo, dat zijn dus een paar percepties van mijn kant voor enkele belangrijke markten, indexen, grondstoffen, goud, crude oil, euro. Ook bij het Britse pond ziet het er niet goed uit en al helemaal niet bij de yen. Dus dat zijn allemaal munten die staan te crashen ten aanzien van de dollar. Dus dat is het spel dat op dit moment gespeeld wordt. En wat je eigenlijk vooral wilt zien, is dat die vooral, en daar moeten we naar uitkijken, is dat die inflatiecijfers in de Verenigde Staten, dat die naar beneden gaan. Want als dat gebeurt, dan zou het wel eens kunnen dat vroeg of laat, nog niet nu, wel zeker nog niet dit jaar, maar dan misschien dat in de loop van het tweede of derde kwartaal van 2023, dat dan de Fed die bocht gaat maken. Ja. Dus die rente niet meer zo omhoog gaat trekken en misschien zelfs een plafond krijgen. En dat zou dan wel eens kunnen het moment zijn waar het interessant wordt om weer naar aandelen en misschien ook naar een aantal grondstoffen te kijken. En misschien ook een mogelijke omkeer in de euro of in de Britse pond of zo. Ja. Maar dat is op dit moment nog helemaal niet te zien. Het is niet te zien op de grafiek en het zit niet in de economische indicatoren. Oké. Okay. Dames en heren, dit is dus mijn persoonlijke opvatting, dus hoe ik op dit moment de markten zie. Ik sluit niet uit. Ik sluit niet uit en daar zou ik eigenlijk nog eens teruggaan. Nou, moet ik eigenlijk heel ver terug naar kijken of ik terug kan. Ja, de Dow Jones of misschien de S&P. Ja, is goed. Kijk, als we hier dus naar de 3400 of zo, of misschien zelfs de 3200 zouden kunnen gaan. Midden, einde oktober of zo. Ik zeg niet dat we daar naartoe gaan. Hè. Ik zeg, het kan. Hè. Dat dan vanaf einde oktober, begin, midden november, dat dan die eindejaarsrally komt, die zou best wel eens kunnen interessant zijn om te traden. We hebben gezien, bijvoorbeeld hier, dat dus juni, juli, dat we een heel mooie beweging hebben gekregen in de aandelenmarkt met sterke stijgingen. En dat noemt men een berenmarktrally. En die berenmarktrally, die kunnen best hevig zijn. Dus flink wat omhoog. Dus kijk daar even naar uit of je draaipunten vindt. Maar als we natuurlijk die steunlijnen gaan toetsen, dat zouden wel eens mogelijke draaipunten kunnen zijn voor een eindejaarsrally. Dat zou dan een mooi vierde kwartaal kunnen betekenen. Als je bijvoorbeeld gaat swingtraden met bijvoorbeeld een aantal goede aandelen, kwaliteitsaandelen of ook met indexen.
Goed, Bries, dat was het van mijn kant. Dat was mijn verhaal voor vandaag. Als daar geen opmerkingen of vragen over zijn, ik weet het niet. Helemaal aan het einde is er nog een vraag binnengekomen. Okay. Ik zal hem even verder geven. Heeft het bereiken van het einde Q3 ook nog invloed? Niet echt, omdat het einde Q3, wel ja, dat is nu, hè? Dus het is eigenlijk vooral belangrijk te weten wat die grote fondsen doen in het vierde kwartaal. Die moeten een zuivere, mooie bilans kunnen voorleggen voor hun klant. Begrijpt u? En daar ga je dus zien dat er al wat men noemt het window dressing, dat een aantal posities eruit vliegen en een aantal nieuwe posities worden gekocht. Met andere woorden, aandelen die het in de voorbije maanden slecht hebben gedaan, zullen het waarschijnlijk verder slecht doen. Ja? Dus maak niet de denkfout. Oh ja, Facebook is nu heel goedkoop. Hè? Facebook heeft bijvoorbeeld als aandeel heeft het heel slecht gedaan. Nu moet ik Facebook kopen. Nee, ga liever in die sterke aandelen. Dan kijk even misschien eerder naar een Amazon of vooral ook naar Apple. Hè? Of voor mijn part, Google doet het niet zo goed ook. Microsoft heeft flinke deuken gekregen. Maar kijk dus naar de sterke aandelen. Hè? Dat valt me nog te binnen over die opmerking. Ja, ben ik ook helemaal akkoord mee, Peter. Hm? Zo, en voor de rest is er geen andere opmerking of geen andere vraag binnengekomen. De toeschouwers bedanken zich wel. Ze bedanken zich bij jou en bij mij. Ik bedank me natuurlijk ook bij jou en bij onze toeschouwers voor hun tijd en hun aandacht. Ik denk dat dat jouw verhaal was, Peter. Je hebt er niks meer aan toe te voegen, heb ik de indruk. Nee, dat is het. Ik wou kort beknopt mijn inschatting geven voor de actuele markt en voor de komende 2-3 maanden. En ik denk dat ik dat gedaan heb, beknopt. Je kan er natuurlijk uren over praten, maar dat is niet nodig. Absoluut, ja. Wel waar. Dat is waar. Goed. Oké, maar als jij je verhaal dan hebt verteld, dan zal ik nu de webinar aan kunnen afsluiten. Dus, nogmaals, hartelijk bedankt voor uw tijd, Peter, en voor uw tijd aan onze toeschouwers. Indien u deze webinar nogmaals wilt bekijken, zullen we hem nog op YouTube posten, op de YouTube-kanaal van WHSelf Invest Nederland. Daar vindt u ook alle andere webinaren terug. Als u er eentje heeft gemist, kunt u ze allemaal daar vinden. In ieder geval is dit het dan voor dit webinar. Hartelijk bedankt. Ik wens jou, Peter, en iedereen nog een heel fijne namiddag, een heel fijne avond. Hier schijnt de zon nu mooi na een hele dag regen, dus ik zal er zelf ook van kunnen genieten. En ik hoop dat we ons in de volgende webinar dan weer terug kunnen zien. Zo, tot de volgende. Fijne avond.